We zijn in Vlamertinge, een karmelgemeenschap, heel dicht bij Ieper. En vandaag is er feest, want precies 100 jaar geleden werd deze gemeenschap van zusters hier gesticht. Heel dicht bij Ieper, waar eigenlijk precies 400 jaar geleden de zusters voor het eerst waren aangekomen. In 1623 zijn de zusters van de Karmel in Bourges in Frankrijk, die verdreven werden, hier in Ieper terechtgekomen. Die hebben daar op twee locaties gewoond, eigenlijk tot de zogenaamde keizer Koster, Jozef II van Oostenrijk, de gemeenschap opgeheven heeft. En dan pas in 1924 zijn een aantal zusters vanuit de Karmel van Brugge naar Ieper gekomen. Ook weer eerst even in de stad gewoond, om dan hier hun intrek te nemen op de plek waar we nu staan. Het is een soort oase. In al de drukte van onze wereld heb je zo'n plek waar die vrouwen samenleven, dag in dag uit, voor elkaar zorgen, een groot hart hebben voor de mensen die het moeilijk hebben, die hier heel vaak komen bidden. En het is dus een mooie verjaardag die hier werd gevierd. Een klein beetje zoals het belangrijkste beeldje dat de zusters hebben, dat is het beeldje van Onze Lieve Vrouw van de Frezenberg, want zo heet deze plek. En dat is eigenlijk een heel mooi symbool. Het is als een moeder die Jezus zelf houdt en aan de wereld toont. En dat doen die zusters. Liefde die in Jezus is, koesteren en delen met anderen.